Staatsolie heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een bruto winst van 13 miljoen Amerikaanse dollar. Dit is 16 miljoen US dollar lager dan het jaar ervoor. Voor Staatsolie was het boekjaar 2016 één van de moeilijkste in haar 36-jarige geschiedenis. Zo staat in een vandaag uitgegeven persbericht van de oliemaatschappij. De daling van de olieprijzen heeft grote invloed gehad op de financiële positie en activiteiten van het bedrijf. Bezuinigingsmaatregelen in combinatie met aantrekkende olieprijzen in de tweede helft van 2016 hebben erin geresulteerd dat het boekjaar met een bruto winst van 13 miljoen US dollar afgesloten is. De geconsolideerde bruto winst van 13 miljoen US dollar is het gezamenlijk resultaat van Staatsolie en haar dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GoTo Energy Company en Fentrin Petroleum Company. De bijdrage aan de staatskas in de vorm van dividend en belastingen bedroeg 39,6 miljoen US dollar. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2016 vandaag goedgekeurd. De aandeelhouder werd vertegenwoordigd door vicepresident Ashwin Adin, bijgestaan door Iris Sandel, directeur planning en ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën.